Ik en de Heere, wij zullen de Heer, ik en mijn huis zullen de Heere dienen. Wel, de prediking van vandaag gaat eigenlijk over een heel belangrijke eigenschap die nodig is om dit te kunnen doen. En ik denk dat het belangrijk is om bij die eigenschap te blijven stilstaan. Nu, deze week moest ik voor het werk naar Brest, dat is met de trein. Dat heb ik heel gemakkelijk gepakt, de trein in Rijsselen, en zitten zo'n kleine 8 uur op de trein naar Brest, en dan moet je terugkeren, dat is weer 8, dat is 16 uur trein. Dus op die trein bereid je dossiers voor een hele sante boutique voor je werk te doen. Maar op de terugrit is het gemakkelijk, want ik wist, ja goed, vandaag moet een prediking, dus op de terugrein, op de terug de trein zit ik mijn prediking voor te bereiden. Goed, en gisteravond, ik zei, ja, ik ga nog een keer naar mijn prediking kijken. Ik lag op het werk. Ik kom dus niet aan mijn prediking. Dus ja, nu Katrien zei ook, zei, ja, zo misschien beter naar het werk gaan. Zei, ja, maar in het weekend is dat een speciaal regime, dat is noodsmok achter de portier gaan. En ik vond dat ook zo vreemd, en ik zat er ook van te praten met Katrien. Ik zei, ja, misschien wel, God, dat ik iets anders breng vandaag dan... Nu, langs de andere kant moeten we opletten, want we zeggen dikwijls, we zijn een Elia-volk. En wat zegt Elia? Och, miserie, miserie, ik ben alleen. En maar klopte dat? Dus we moeten daarin opletten dat we niet een beetje in de Elia-valstrik trappen. Want Elia kwam dus ook depressief. Hè. Die ging dus ook weg, die lag onder zijn struik. Dat had zegt, wij manneken, wat zei die dan toen? De boel is vooruit aan het gaan. Gij hebt ergens niet voldoende gekeken naar de omgeving van wat dat ik rond u aan het doen ben. En ik denk dat ook wij moeten opletten dat we soms niet blind zijn voor wat dat God rondom ons aan het doen is. Eerst en vooral, basis gegeven, heel gekend. Wij staan met ons twee voeten in een oorlog. Vinden we dat nu leuk of vinden we dat nu niet leuk? It's a fact. Het is een feit. Er is een oorlog. Er is een oorlog tussen goed, er is een oorlog tussen kwaad. Er zijn twee individuen die in een open conflict met elkaar zitten. Twee duidelijke individuen. Langs de ene kant hebben we het individu, de persoon, Jezus Christus. Langs de andere kant hebben we het individu, de persoon, Satan. En die twee zitten in een conflict. Er is een oorlog ontstaan in de hemel. We kennen de tekst in Openbaring en er kwam dus een oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak, maar de draak kon geen stand houden in de hemel. Nu, we weten ook dat die oorlog in de hemel is geen oorlog van wapens. Ja, moet niet eerlijk zijn, hè? Moest het over wapens gaan, we hebben het al besproken in de sabbatschool verschillende keren met God. Niemand kan met God in een gewapend conflict, bedoel, God is intelligent genoeg om wapens te creëren, ja, die door niemand of niets kunnen gematcht worden. Nee, het gaat om, zoals in het Grieks staat, een polemiek, het gaat om een gesprek, het gaat om een discussie. En dus ook als gezegd, we zitten in een kerk, er gebeuren dingen in een kerk, hoeveel keer worden zaken dus inderdaad niet beslist in een gesprek, in een discussie. En dan zien we weer hetzelfde. We hebben Openbaring 12, vers 7, waarin er duidelijk staat, en de draak en de engelen voeren oorlog tegen Christus. Maar in Openbaring 19:11 staat weer de ommezijde van de medaille. En wat zegt Johannes in 19:11? Ik zag de hemel open, en zie, daar was een wit paard, en daar zat er iemand op. En zijn naam was getrouw en waarachtig. En hij velt een vonnis, en hij voert een oorlog in gerechtigheid. Dus het gaat hier duidelijk om Christus. Dus Christus zegt ook, ik voer oorlog, zegt Christus. Maar niet zoals Satan, ik voer een oorlog in gerechtigheid. De oorlog gaat dus tussen de Heer en de Heer. Maar de Heer in een meer Aramese uitspraak. Ik denk het is gekend, de naam Baal, zeg je, dat is Baal. Dus dat is ook de situatie in Koningen. Dus Baal wil eigenlijk zeggen ook Heer. Christus zegt, ik ben heren. Dus we hebben twee heren. Nu, het is wel heel leuk om te zien dat er in die twee namen een nuanceverschil zit. En wat zit er een nuanceverschil in? Als men spreekt over Baal, en men gaat een woordanalyse doen, is afgeleid van Baal, en wil eigenlijk zeggen, hij zijt mijn eigendom. Dus als Satan zegt, ik ben uw Baal, ik ben uw heer, dan zegt hij, jullie zijn van mij. Als we kijken naar heer, in het Hebreeuws, die ook de naam van Christus weerspiegelt, want dat zijn de hoofdletters dat we terugvinden in het Oude Testament, men noemt hem Here, dan spreken we over de naam van Christus, Yahweh, waarin dat hij zegt, ik ben die ik ben voor u, ik ben er voor u. Dus hebben wij te kiezen tussen twee heren, tussen een heer die zegt, ik ben er voor u, en een heer die zegt, ik eis dat hij mijn eigendom zijt. En dat is het conflict van Elia.
En mensen moeten dat beseffen dat we in die oorlog zitten. Mensen moeten beseffen dat er twee heren in het spel zijn. Langs de ene kant Baal en langs de andere kant Yahweh. We hebben de zaak al besproken in Isehem, herinner je nog? Waarom kwam Christus naar deze wereld? We zitten dus in een oorlog en in die oorlog zijn er drie veldslagen. Herinnert u nog dat we dat niet? Dus jullie krijgen nu een klein beetje Isehem. Dus voor de mensen van Isehem, het had een beetje een herhaling zijn. Maar er zijn drie grote veldslagen te vinden. En we moeten ons daar bewust van zijn. Wat zijn de drie grote veldslagen die gestreden moeten worden? Veldslag nummer 1. Satan komt in opstand in de hemel tegen...
Die sterven van de honger. Mensen die kanker krijgen, die aids krijgen. Maar God, dat is niet rechtvaardig. En dan dalen we af naar de wereld en dan luisteren we een keer naar de mensen rondom ons. En hoeveel keer hoor je, moest God bestaan, maar God zou dat toch niet toelaten. Allee, hoe kan God dat nu gaan toelaten? Dat is toch niet mogelijk dat God dat toelaat. Dus Gods volk, want uiteindelijk is de mensheid geschapen geweest om Gods lof te verkondigen, verkondigen dan zijn lof? Nee, ze besmeuren zijn naam. Voortdurend wordt de naam van God besmeurd. Is toch erg? Want ik durf zelfs zo ver te gaan dat Gods naam besmeurd wordt door christenen. We kunnen al zeggen, oké, het zijn misschien niet christenen die Gods naam besmeuren, maar dan moet ik er in christelijke groepering luisteren wat dat ze over God zeggen. En dan is het ook belangrijk dat wij als mens beseffen dat wij niet geschapen zijn voor onszelf, voor onze eigen positie, voor onze eigen waardigheid. Wij zijn geschapen om een bondgenoot te zijn van de gezalfde. Wij zijn geschapen om Gods lof te zingen. En dan kan ik de vraag terugketsen, hoe ervaart u uw leven? Zij hij in staat, hij individu, hij christen, kunnen hij Gods lof zingen? In uw gezinssituatie, in uw ziekte, in uw armoede, in uw pijn, kun je dat? Maar nou, hij zegt, God, eigenlijk kan ik uw lof niet bezingen, ik zit in zo'n miserie, ik kan dat niet. Dan moet je opletten dat je Gods naam niet aan het besmeuren zit. Want dan staat de aanklager. Hè. Ziet ze, zegt hij, God, ik heb gelijk, hè, God. Hé, God, wil ik u niet aanklagen, niet, want hij zei die u aanklagen. Dat schreef Ellen White op pagina 13. Satan is zo listig om zijn aanklacht in de mond van een ander te leggen, dat als hij naar God gaat, dat hij heel tijd zegt, ik zeg dat niet, hè, God. Het is de ding die dat zegt, en de ding die dat zegt, en de ding die dat zegt. Oké, je hebt het wel eigenlijk in je mond gelegd, Satan. Maar deels heb je ook gelijk, Satan, want het is de mens die u aanklaagt. En dan zie je als Christus komt in zijn mens zijn naar deze wereld. En Johannes 17, vers 1 zegt Jezus Christus waarom dat hij komt. En dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen op ten hemel en hij zei, Vader, nu is de uur gekomen om uw zoon te verheerlijken, opdat ik u verheerlijke. Gods naam moet hersteld worden. Gods naam moet vrijgemaakt worden van besmeurd te zijn door mensen, door engelen en vooral door de aanklager. En dan zie je dat ook in het Oude Testament waarschuwt God daarvoor. Dus als wij christen zeggen, wij en mijn huis, wij willen God dienen, het eerste wat hij moet doen is zijn naam heilig houden, zijn naam herstellen en zeker zijn naam niet besmeuren. Dat is een heel belangrijk gegeven. Ezechiël 36 vers 20 staat het volgende. Ezechiël 36 vers 20 zegt, en bij alle volken waar zij kwamen, ontheiligden zij mijn heilige naam. Doordat men van deze zei, en God spreekt nu over zijn volk, hè. Hij spreekt dus niet over de heidenen, hij spreekt over de Israëlieten. Deze zijn het volk van de Heer, maar toch moesten ze weg uit zijn land. Dit deed mij leed om een heilige naam, die het huis Israël ontheiligd had onder de volken, in welks gebied zij gekomen waren. Daarom zeg tot het huis van Israël, zo zegt de Heere Heere, niet om uwentwil doe ik dit alles, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volkeren in wier gebied gij gekomen zijt. En in vers 32 er altijd nog een keer, niet om uw wil doe ik dit alles, luidt het woord van de Heere Heere, maar weet dan wel, schaamt u, wordt schaamrood over uw wandel, huis Israëls. Dus wat zegt hij hier? God, het is mijn naam die op het spel staat, beste mens, het is uw naam niet, hè? Zij hij bereid om u op te offeren voor mijn naam. Zij je bereid om alles prijs te geven voor mijn naam? Uw job, uw held, uw gezin in bepaalde omstandigheden, uw huis. Want wij zijn soms nog te veel bezig met onszelf. Het gevecht gaat om God, hè. God is aangevallen. En wij zijn geschapen geweest, zegt de Bijbel, wij zijn gevormd om zijn lof te zingen, om de bondgenoot van Christus te zijn. Dan moet je de vraag stellen, zijn we Christus bondgenoot? Of zijn we meer de bondgenoot van de klager? Gaan we meehelpen aanklagen? Dan moeten we ook enorm in gaan opletten dat we inderdaad in die tweede veldslag Gods naam niet besmeuren. In ieder geval het volk dat Christus gevormd heeft bij de schepping, Adam en Eva en de mensen nadien, had nog geen feit, nee. En op het einde van het verhaal was er maar één iets mogelijk. Jezus Christus heeft het mens zijn op zich genomen om eigenlijk, zoals er hier staat in Johannes, de Vader opnieuw te verheerlijken. Om de naam van de Vader vrij te maken van alle smet. Om te tonen dat Gods wet kon nageleefd worden. Het is spijtig
dat de mensheid er niet toe in staat was, maar Christus zelf heeft hier gekomen om. Nu, toen dat Christus hier kwam, hoopte hij dat hij nog een bondgenoot had. Zijn volk, Israël, dat hij geroepen had. Maar in Gethsemane zien we hoe ver dat die bondgenoot is gegaan. Toen dat hij in Gethsemane zat, hoeveel hem er hem ondersteund? Eén? Niet één. De Bijbel zegt duidelijk, hij was alleen. Nu, de vraag is, wat doen wij? Want wij zijn nu weer zoveel jaar verder. De tweede veldslag heeft Christus dus gewonnen. Dat is veldslag 1, God is uw wet rechtvaardig. Schepping van de mens, ja. Veldslag 2, God, dat houdt in. Eigenlijk God zegt geen liefde. Eigenlijk God klopt uw plan niet. Christus toont, ja, het klopt het plan. Veldslag 2 is gewonnen. Nu zitten we in de derde veldslag. Waar gaat het nu om? Waarom is Satan nu aan het vechten? Er staat nog iets op het spel, hè? Er staat nog iets op het spel. Romeinen 8, 19 zegt, want met een reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hoop echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de verhankelijkheid zal bevrijd worden. Tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe gans de schepping en al haar delen zucht in barensnood. God wacht nog altijd op dat volk. God, moet ik goed rekenen, niet? Hebreeën zegt, God kan niet liegen. God heeft in het begin gezegd, ik voor mij een volk die mij lof gaat verkondigen. Heeft hij al een volk gehad die zijn lof verkondigd heeft? Nee. Dus wat zegt Satan nu? Satan zegt, maar God toch? Heb hij niet gezegd dat hij een volk gaat scheppen die uw lof gaat verkondigen, die uw liefde gaat gestalte geven? Ja, zegt God, ik heb dat gezegd. En wel, zegt Satan, waar is dat volk? Ben je de derde veldslag te zien? De eerste net die verloren, Satan. Gods wet staat buiten kijf. De tweede net die verloren. Gods naam staat nu buiten kijf. Maar de derde. Wij zitten nu in de derde. Dus als er dat staat in Jesaja, ik heb voor mij een volk gevormd die tot mijn lof zal leven, wacht God op een volk die tot zijn lof gaat leven. Dat is er nog nooit geweest in de geschiedenis. Nou ja, individuen. Maar een volk. En dat is nu wat dat Satan heel goed weet van, kijk, die derde veldslag is voor mij van heel groot belang. En dan gaan we naar Hosea hoofdstuk 2 vers 14. Hosea 2 vers 14. Daarom zie, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als de dag toen zij uittrok uit Egypte. En in die dag, zegt God, zal het geschieden. En dan zult gij mij noemen, en dat vind ik mooi, er staat niet meer mijn volk. Er staat niet meer mijn God. Wat zegt hij hier in Hosea? Dan zult gij mij noemen mijn man. En hij zult mij niet meer noemen mijn Baal. Het zet daar een heel mooie woordspelingen. Dus wat zegt God hier eigenlijk in Hosea? Beste mensen, besef je niet dat ik u zodanig graag zie? Jullie zijn mijn eigendom niet. Jullie zijn mensen die uit vrije wil naar mij komen, zoals een bruid naar een bruidegom komt. Ik ben niet jullie Baal, jullie zijn niet zoals in Satans handen een stuk eigendom die gebruikt wordt in een oorlog en kanonnenvlees wordt, zoals men dat noemde in een veldslag. Jullie zijn kostbaar voor mij. Jullie zijn kostbaar voor mij. En dan gaat hij verder. Ja, ik zal de namen van al de Baals verwijderen uit haar mond. Dat is hier over Gods volk, over de kerk. Hun naam zal niet meer genoemd worden. En die dag zal ik voor hen een verbond sluiten. Met het gedierte des velds, met het gevogelte des hemels, met het kruipende gedierte der aarde. Ja, want de voorspelling is er. Al de dieren gaan niet meer gevaarlijk zijn. We gaan kunnen spelen met de dieren. Kinderen gaan rondkruipen bij wijze van spreken en gaan hun hand in het nest van een slang kunnen steken. Ze gaan niet meer gebeten worden. Dan zegt hij, zal ik boog en zwaard en oorlogstuigen in het land verbreken en hen daar veilig in doen wonen. Ik zal u mij tot een bruid verwerven voor eeuwig.
Ik zal u mee tot een bruid verwerven door gerechtigheid, door recht, door goedertierendheid, door ontferming. Ik zal u mee tot een bruid verwerven door trouw. Gij zult de Heere kennen. En het zal in die dag geschieden dat ik verhoren zal, luidt het woord des Heeren. Ik zal de hemel verhoren. Die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren. En die zullen Israël verhoren. En dan zal ik haar voor mij zaaien in het land en mij ontfermen over Lo-Ruhama en tot Lo-Ami zeggen, gij zijt mijn volk. En zij zullen zeggen, mijn God. Dus de profetie die we zo pas gelezen hebben in het begin van Jesaja wordt herhaald, maar in een nog veel bredere heerlijkheid. Wat zegt hij? Ik ga jullie pakken, ik ga naar de woestijn met jullie. En daar ga ik in die woestijn de meest vruchtbare plaats maken die je ooit gezien hebt. En daar zegt God, in die woestijn, daar gaan we trouwen. Daar zult gij mijn bruid zijn. Als je een bruiloft wil vieren, heb je dus twee belangrijke zaken nodig. Ik weet dat je bij stellen staan hebt. Wat zijn de twee belangrijkste zaken in een bruiloft? Ja, de bruid en de bruidegom. Ja, als je een man hebt, dan moet je niet moeten trouwen. Maar als je een vrouw hebt, dan moet er ook niet getrouwd worden. Dus je hebt er twee nodig. De derde veldslag. Openbaring 19, vers 9 zegt, schrijf, zalig zijn zij die genodigd zijn tot die bruiloftsmaaltijd van het lam. En schrijf op, zegt de engel tot Johannes, deze woorden zijn waarachtig, woorden van God. Satan weet dus heel goed, en dat is die derde veldslag, geen bruid, geen trouw. Geen bruid, geen feest. De bruid is Gods volk. Als dat volk zich niet naar God kan richten, als dat volk niet dit verwezenlijkt wat er in die profetieën staat, dan zegt Satan, ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Want wat zegt de openbaring? De tempel daalt neder uit de hemel in de woestijn, de verwoeste aarde, en daar wordt dan een nieuwe schepping. Dat gaat de bruiloftsmaal zijn. Ja, maar dat er geen bruid is, die stad moet niet neerdalen. Ja, maar stad niet neerdalen, ik niet beoordeeld. Ik niet beoordeeld, ik heb vrij spel. Derde veldslag. Satan weet dus heel goed, als hij wil blijven leven, moet hij er alles aan doen om de bruid te verhinderen zich te vormen. En zolang of dat Satan erin slaagt de bruid tegen te houden, geen bruiloftsmaal, geen huwelijk, geen oordeel. Satan is blij, want hij heeft vrij spel. Op het moment dat Christus de woorden sprak, het is volbracht, was de tweede veldslag gewonnen. Maar Christus wist dat er nog een zeer grote veldslag was, die moest gewonnen worden. Satan wist dat ook. De derde veldslag. Geen bruiloftsmaal zonder bruid. En dan natuurlijk, wat zegt Satan? In die hemel heb ik het niks meer te zoeken. Ik kan niet meer verleiden in de hemel. Als men zegt, Satan wordt uit de hemel gegooid, natuurlijk. En je had maar twee dingen om te verleiden. Gods wet is niet rechtvaardig. God had bewezen dat niet klopt. En God aanklagen. Maar het aanklagen van God lukte niet meer. En nu moet ik die bruid gaan pakken. En dus hij daalt neer als een briesende leeuw, zoekende wie dat hij kan verslinden. Petrus waarschuwt. Hij zegt, hij weet heel goed nu wat hij moet zich op focussen. Hij moet nu een volk hebben die gelooft dat ze Gods volk zijn, wat eigenlijk niet zijn. Eigenlijk niet waardig bevonden kunnen worden om toe te treden tot de bruiloftsmaaltijd van de Heere. En dat is ook belangrijk als wij dan zaken doen, zaken zeggen, dat wij dit voor ogen houden. Dat we zeggen van, kijk, zijn wij waarlijk waardig bruid te worden van Jezus Christus? Ik herinner me nog, toen La Rondelle hier was, toen dat hij daar de eerste keer van praatte. Ik had dat nog niet door in de Bijbel. Dan zegt, zie je, ze zullen uit alle stam, volk, taal en natie komen die gered zijn. Maar, zegt de Bijbel, ik zie ook een andere groep, de 144.000. En die is een andere groep. En dat is de bruid. En die andere groep, die onder 144.000, dat is de laatste groep, dat is Gods volk die zijn lof gaat zingen. En Ellen White heeft daar iets heel bijzonders gezegd van die groep. Want in de Bijbel staat er, de 144.000 is de enige groep, zegt de Bijbel, die het lam overal zullen volgen waar het lam ook maar gaat. En Ellen White heeft een visioen gehad en heeft er iets heel speciaals gezien. Waar wil de Satan komen waar dat hij nooit mocht gaan? Nou, bij de Vader. En zegt Ellen White, de 144.000 zullen de enige zijn die toegang krijgen tot het heiligdom in de hemelse tempel, en die ook toegang krijgen samen met Christus tot het heilige der heiligen.
Voor die mensen die geïnteresseerd zijn, wil ik die profetie een keer doorgeven. En moet eerlijk zijn, dan zeg ik, God, ik wil dat. God, ik wil bruid zijn. Ik wil geen eigendom op de aarde. Ik wil niks bezitten, behalve bij u zijn God. Hij zijt mijn bruidegom. Hij zijt mijn liefde. Uw lof wil ik zingen. En daar gaat nu de strijd om. Eigenlijk als ik eerlijk mag zijn, de wijze en de dwaze maagden is al een beetje voorbij. Want ik stel altijd de vraag, als we praten over wijze en dwaze maagden, wie is de stem die roept? Wie roept die maagden op om recht te staan? Dat is de bruid. Want, en daar heb ik ook wat problemen mee, we zitten altijd te praten van de drieëngelenboodschap. Ik ga eerlijk zijn, ik vind het geen goede uitdrukking, die drieëngelenboodschap. En weet je waarom? Waarom denk je? Waarom is het woord drieëngelenboodschap eigenlijk niet goed gekozen? Wat lief? Natuurlijk zijn er vier, en die vierde hebben zo de neiging van te vergeten. De vierde engelboodschap zegt, kom uit van haar mijn volk. Dus iemand gaat moeten roepen tof voor dat volk uit te roepen. Elia dacht dat hij alleen was wat ze had, maar Elia, man, je zei hij niet alleen, de grootste bende zit daar nog. Hij is maar eentje van de groep. Dus zegt God, naar ons toe, mijn grootste bende, mijn grootste volk zit nog verspreid. En ik heb een volk opgeroepen in 1844 om recht te staan. Een adventvolk, een volk die zegt, God, gekeerd terug. En uw taak, zegt God, is u klaar te maken voor die bruiloft en anderen uit te roepen naar u te komen en zich ook klaar te maken voor die bruiloft. God wil dus een volk die andere mensen oproept om de plaatsen waar ze zijn te verlaten. Alle energie en tijd die wij spenderen aan andere dingen is winst voor Satan. Dat is misschien cru wat ik nu zeg, maar moet ik er goed bij stilstaan. God zegt, ik wacht op dat volk. Ik wacht op die bruiloftsmaaltijd. En hoe meer die zitten akkefieten over heel wat Satan, yes man, that's what I want, man. Laat ze maar bezig. Zolang of dat ze niet bezig zijn met die bruiloftsmaal, met die derde veldslag en het feit dat er zich een bruid moet klaarmaken voor een huwelijk. Zolang de huwelijksklokken niet luiden, is Satan safe. Dus zegt hij, mogen ze heel doen wat ze willen van mij, behalve een volk oproepen. Dat mogen ze niet doen. Dus in onze tijd is de vierde engelboodschap van zeer groot belang. In onze tijd is de vierde engelboodschap van zeer groot belang. Ik zie dat de tijd verder gaat. We hebben enorm goede getuigenissen gehad. Ik heb nog wat stuk in de hand. Ik weet niet hoe dat het zit. Zijn jullie moe van te luisteren? Valt het nog mee? We kunnen nog verder gaan. Het is heel interessant om een keer naar Exodus te kijken. Omdat in Exodus zien we hetzelfde fenomeen zich voordoen. Exodus 6 zien we dus, voort sprak God tot Mozes. En hij zei tot hem, ik ben de Heere. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam, Heer, Yahweh, ben ik hun niet bekend. Dus Mozes krijgt daar voor de eerste keer te horen wat dat de echte naam is van onze Heere Jezus Christus. Yahweh, Hij die er is voor ons, Hij die ons wil. Niet alleen, zegt hij, heb ik mijn verbond met hen opgericht om hun het land Kanaan te geven, het land van hun vreemdelingschap, waar zij als vreemdelingen vertoefd hebben, maar ook heb ik de klacht der Israëlieten gehoord, die door Egyptenaren tot slaven gemaakt zijn. En ik heb gedacht aan mijn verbond. Zeg derhalve tot de Israëlieten, ik ben de Heere. Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van slavernij, u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerechten. Ik zal mij u tot een volk aannemen en ik zal u tot een God zijn, omdat gij weet dat ik, de Heere, uw God, het ben, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleidt. En ik zal u brengen naar het land waarvan ik gezworen heb, aan Abraham, Isaac, Jacob, het u te zullen geven. En ik zal het u geven tot een bezetting. Ik, de Heere, zal dit doen. Toen sprak Mozes tot de Israëlieten. En wat was de reactie van de Israëlieten? Zij luisterden niet naar Mozes. Juist hetzelfde op de berg Karmel bij Elia. Het volk zei niets. Ze luisteren niet, want staat erbij uit ongeduld en harde slavernij. Dus we weten ook dat de Bijbel zegt, let op, de slavernij der zonde houdt u vast. En soms zijn we ook ongeduldig. God geeft bepaalde stappen in zijn plan. Het is soms goed van te weten wat dat die stappen zijn. Want als wij ongeduldig worden, gebeurt het soms dat we niet meer luisteren naar God. We luisteren niet meer. En dan denken we dat wij de slimste zijn. Dan gaan we een keer doen wat we denken dat God zou moeten doen. En dat God zegt, ja, wat wil ik dat niet doen?
ik heb een ander plan. En dus wat zien we, God doet dus zeer grote tekenen. Hè? We kennen de plagen van Egypte, het volk wordt uitgeleid, de zee wordt gespleten. En dan gebeurt het in Exodus 19. Toen klom Mozes op tot God en de Heer riep tot hem van de berg en hij zei, zo zult gij spreken tot het huis van Jacob en dit meedelen aan de Israëlieten. Gij hebt gezien wat ik aan de Egyptenaren heb gedaan en dat ik u op arendsvleugelen gedragen heb en tot mij gebracht. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij toe. Gij zult mij een koninkrijk zijn. Een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Ik denk, iedereen kent die passage. En we weten ook dat Petrus dezelfde woorden herhaalt in het Nieuwe Testament, die op ons betrekking hebben. Dus wat dat er hier gebeurt, wij zitten er ook met ons twee voeten in. En wat gebeurt er dan? Dit zijn de woorden die hij tot de Israëlieten spreken zult. En toen kwam Mozes, hij ontbood de oudsten van het volk, de leiders. En hij legde hun al die woorden voor die de Heere hem geboden had. Het volk antwoordde nu wel. Het volk antwoordde eenparig. En wat antwoordde het volk? We gaan doen. Hoe bezig we gaan doen? En Mozes bracht de woorden van het volk weer tot de Heere. En nu is de vraag, deden ze het? Ik weet nu niet hoe juist dat een tijd is. Ik weet niet, Mark, weet hij het tussen dit en dat gouden kalf? Hoeveel zou er dat tussen gezeten hebben? Heb je een idee van? Ik weet niet, juist een paar weken? Minder? De tijd tussen dat Mozes dat hier zegt, dat het volk zegt, we gaan het doen, en dan zitten ze achter dat gouden kalf aan te gaan. Het gaat niet veel meer zijn, hè? Is dat lang 40 dagen? Wat stond er daar? Een beetje vroeger in Exodus, ze luisterden niet naar God omdat ze ongeduldig waren. Mozes gaat naar boven. Hoe werd het volk? Ongeduldig. En plots zeggen ze, hey, weet je wat, we gaan ons in eigen God maken. God had er geen probleem mee hebben. We gaan een beeldje maken en we zijn weer gelanceerd. We kennen het verhaal, hè? Uiteindelijk, Mozes komt van de berg en van de 12 stammen schiet er nog geen stam over van dat zeggen, kijk, ze hebben niet meegedaan. De stam eigenlijk van de levieten die dan op dat moment de priesters blijven. Want veel christenen hebben ook een voorbeeld van, hier buiten de Adventkerk. Veel christenen denken, God geeft de levieten voorgetrokken. En heeft ze het priesterschap gegeven? Nee, zegt de Bijbel, jullie zijn allemaal een priesterlijk volk. Maar van heel die bende is er maar één stam die niet meegedaan heeft met gouden kalf. Dus jullie worden nu, of blijven mijn priesters. Alleen zitten we met het probleem dat die priesters na verloop van tijd ook hun priesterlijke taak niet vervuld hebben. Heel spijtig. Ezekiel 22, 26 zegt het volgende. En ik denk dat het goed is nu voor ons, en nu komen we dichter tot die sleutel, want daar ben ik mee begonnen. Wat is er nu van essentieel belang voor ons als wij willen de Heer dienen? Ezekiel 22, 26 zegt, zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen. Tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid. Het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet. En voor mijn sabbatten sluiten zij hun ogen. Zo word ik te midden van zijn volk ontheiligd. Wat is de sleutel? Wij moeten het onderscheid kunnen maken tussen rein en onrein. Het onderscheid tussen wat heilig en onheilig is. Het onderscheid tussen wat God wil en God niet wil. En de schrift geeft voldoende voorbeelden over wat het wel is. En het probleem, en Satan weet dat ook, als we spreken over rein en onrein, op het moment dat je in een adventistisch milieu zegt, rein, onrein, gaat 99% zeggen voedsel. En dat klopt. Maar het is geen voedsel alleen. Satan weet ook dat het weer een bliksemafleider wordt. Dat is, hè, als ze alleen maar met dat bezig zijn, gaan ze de rest vergeten. Dus ook daar moeten wij ons bewust van zijn, heilig en onheilig en rein en onrein is meer dan voedsel en kleren alleen. De mens bestaat uit meer dan voedsel en kleren alleen. Dit gaat over de Heere gewetensin. Dit gaat erover, hoe kijken wij naar onze medemens? Wat leert de schrift ons? Wat leert God ons? En willen wij ons laten leren door God? Een van de woorden dat Ellen White sprak dicht bij haar sterfbed was, ja, we hebben nog wel wat te leren. Maar, zei Ellen White, en wat voegde ze daaraan toe? We hebben nog veel meer af te leren. En zolang we niet afleren, kunnen wij geen onderscheid maken tussen rein en onrein. En als we geen onderscheid kunnen maken tussen rein en onrein, zijn we de Heere niet waardig en kunnen we de bruid niet zijn. En wat zegt Satan? Yes, derde veldslag gewoon.
We moeten ons daar goed vragen bij stellen. Ieder individu moet zich bewust zijn en die vraag voor zichzelf stellen. We hebben een taak gekregen van God, dat is een ander volk uitleiden naar dat bruidschap. Maar in het uitleiden van dat andere volk heb ik het inzicht tussen rein en onrein. Heb ik het inzicht in mijn geest tussen rein en onrein? Heb ik het inzicht tussen heilig en onheilig? Met andere woorden bijvoorbeeld, als ik naar een mens kijk, kijk ik hem als een aanklager of bekijk ik hem om hem lief te hebben? Als ik kijk op fora van de Adventkerk, zeggen ze wel, als je de vraag stelt, hoe zit het met, oh, maar ik heb lief. Maar de deen, maar slecht, en oh, en de deen. Ja, maar in wiens kaart speel je nu? Als hij naar Christus keek, heeft hij bepaalde dingen gezegd. En voor ons is het zo belangrijk om het leven van Christus ons eigen te maken. We mogen ons niet op het terrein van de vijand begeven. We moeten wandelen in het terrein van Jezus Christus. Eva heeft zich begeven op het terrein van de vijand. Ze is in discussie gegaan. Al wat dat Eva zei was waar. Ik kan niks vinden in Genesis dat Eva zei, dat is fout. Maar op het einde van het verhaal heeft ze gezondigd. Nou, en Adam deed de verse mond niet om en je gezondigd. Dus het gaat weer over die polemiek. Eva is in polemiek gegaan met de aanklager en is verloren. Het is dan ook voor ons mensen heel belangrijk dat wij ons er bewust van zijn niet in de polemiek van de aanklager mee te stappen en zelf aanklager te worden. Want dan worden we als Satan. We moeten Jezus Christus bestuderen, ademen, leven, omdat Christus in ons zou wonen en dat wij waarlijk met de Here wandelen en niet met de Baal. Omdat we waarlijk het onderscheid moeten kunnen maken tussen rein en onrein. Dat is een heel belangrijk gegeven. En daar schieten wij als kerk nog in tekort. Want hoe kunnen wij mensen uitleiden als we zelf het onderscheid niet gaan zien tussen rein en onrein? Dat vraag ik mij af. Als je zelf niet goed weet wat dat heilig en onheilig is, wat moet je dan naar de anderen gaan? Dat kan toch niet? En God zegt, ik wil u een rein hart scheppen. Dus we moeten het zelf niet doen. Dan moeten we de vraag stellen, wat verhindert er ons om de reinheid die God ons wil geven, ons niet eigen te maken? Wat verhindert er ons dat wij niet kunnen toetreden tot de bruid van Christus? God wil een bruid die zijn zoon waard is. En de enige manier om te weten als wij als bruid zijn zoon waard zijn, dat is Jezus Christus dag na dag bestuderen, bekijken, zijn leven, zijn woorden. Het is onze bruidegom, het is ons lief, waar we mee willen trouwen. Iemand die op de rand staat van het huwelijk, waar gaat hij meest mee bezig zijn, denk je? Toch met zijn partner. Stel dat hij zegt, ik ga trouwen, maar ik zit overal, maar ik ben met niks bezig. Allee, met mijn partner, met alles bezig, maar niks met mijn partner. Dus hij zegt, kun je niet trouwen? Er klopt iets niet. Er klopt iets niet. Dus het is dan ook voor ons zo belangrijk. Zodanig dat als wij in een gesprek moeten gaan, zoals Jezus Christus, dat wij doortrokken zijn van die geest van God, dat wij door God gebruikt en gestuurd kunnen worden. Ik ga nu misschien weer iets heel kras stellen. We moeten opletten dat we niet aan paternoster bidden doen. Weet je dat is paternoster bidden van, ik ga nu wat doen. Oké, allee mensen, allemaal op de knie, we gaan nu bidden, om 5 uur gaan we dat doen. Dat is precies als een beetje op commando van, hun trouw is binnen 20 minuten, wel, weet je wat, begin je maar met haar graag te zien. Dat gaat niet. Dus als Jezus Christus hier rondwandelde op aarde, had hij dezelfde menselijke beperking als wij. Als die vrouw bij die waterput kwam, dan zeg ik, wacht een keer madame, ik ga eerst een keer door 5 uur gaan bidden, en ik ga dan, wat moet die bidden? God wil haar hart verzachten. God wil haar hart, dat kan God niet doen. Met andere woorden, Christus moest zodanig dicht naar God wandelen, dat als hij in zo'n situatie komt, dat het de geest is die hem omgeeft. Dat hij het levende water is. En dat hij waarlijk die adem van de geest kan uitademen. En dat doet de aanklager verstommen. Niet paternoster gebeden tegen bergen en klippen op. Begrijp me niet verkeerd. Ik zeg dus niet dat je niet moet bidden. Hè. Maar de katholieken kennen paternoster. Ik ga even kijken naar de jeugd. Weet je wat dat is, een paternoster? Dat is zo'n kraaltjesnoer. En je moest zoveel, wat is daar, meeske groetjes, dan zoveel onze vaders. Dan heb je dan nog een paar gebeden tussen. Dan moest je heel een toer weer opnieuw doen. Dat is niet de manier dat God werkt, hè. Wij werken in gemeenschap met een bruidegom. We praten met onze bruidegom, we praten met Christus, we leven met Christus. Spreken jullie met Christus? Horen jullie Christus?
En als je dan moet gaan praten met iemand, dan staat er iemand voor u. Dus het is niet verkeerd van te bidden. Maar let op dat we niet een kilo gebeden of paternoster gebeden verzeilen. Zeer gevaarlijk. Want je kunt niet rechtrekken door een week te bidden als je 10 jaar niet met God gewandeld hebt. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Je kunt niet beginnen verliefd worden een half uur voor het huwelijk. Dat gaat niet. Je bouwt dat op. Langzaam maar zeker. Tot hij zegt, nu ga ik verder doen met u. En dan groei je naar dat huwelijk. En dan wordt dat de spontaniteit. En dan wordt eigenlijk uw leven een gebed. Laten wij ons als christenen behoeden dat we hem paternoster gebeden doen. Bijna 12:30, ik zal hier afronden. Ik wil nog 2 teksten naar voren brengen om af te ronden. Een tekst in de Korinthebrief en een tekst uit Zacharia. 2 Korinthe 6 vers 16 zegt het volgende. Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God. Gelijk God gesproken heeft, ik zal onder hen wonen en wandelen en ik zal hun God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Zacharia 13 vers 9 zegt het volgende. Dat derde deel zal ik in het vuur brengen en ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja, hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren en ik zeg, dit is mijn volk en zij zullen zeggen, de Heer is mijn God. Amen.